Natuurlijk geweldig. Sorry. Ja, hè? Wat deed je goed ook. Nou, ik had vorige week gewoon het gevoel, oké, ik kan nu niet stil blijven staan. Weet je, je moet gewoon al ingaan de hele tijd. Ja. Maar ik stond net daar en ik Dionne en Tien en ik denk echt, god. Express. Ik dacht dat ze moet dat vuur hebben, weet je. Ja. Hoe kom je hier overheen? Ja, hoe kom je daar overheen? Nou, ja, het is natuurlijk een heel ander repertoire, maar ik vond dit ook echt er niet voor onderdoen hoe goed jij dit hebt gedaan. En Romy ook echt, ja, dit moet voor jou toch heerlijk zijn om mee te werken. Dit is een soort mini-musical hier in de studio en dat vind ik fantastisch. En dat kan gewoon met Eva, dat is echt geweldig. Ja, Angela. Ja, wat een avond is dit. Niet normaal dit. Echt twee van die topzangeressen. Dit nummer is een klassieker. Alle gays willen het zingen. Heerlijk. En alle zangeressen die het kunnen zingen, willen het zingen. Maar dit kan niet iedereen. En dan moet je ook nog dansen. Jij moest beginnen met dansen tijdens die ene uithaal. Ja, en je doet het gewoon. Op zo'n ontzettende spekgladde vloer. Het is echt een totaal optreden met twee echt fantastische wijven. Wat wordt er gezongen, zeg? Geweldig. Heerlijk. Ronnie, totaal niet jouw repertoire. Nou, ja, dat zou ik niet te snel zeggen eigenlijk. Want ik ben wel echt een grote Dreamgirls-fan eigenlijk. Ja, zeker. Ik ben geen gay, maar ik vind het gewoon een reden. Laten we dat even wel zeggen. Ja. Ik vind sowieso dat jullie elke week gewoon de juiste nummers kiezen. Lekkere black music de hele week. Elke week weer keep the vibes coming. Ja, jullie zijn echt een duo. Meer dan een coach en leerling. Gewoon echt een sterk team elke week. Dat vind ik gewoon echt super, super tof. Man. Heerlijk. Gerard, jij als musical fan. Ja. Nee, alles behalve dat. Maar om dit te kunnen zingen, ja, heb je gewoon echt een goede stem nodig. En Eva, je hebt bewezen dat je die echt hebt. Je hebt een fantastische stem. En dit was all in one. Dit was dans, vocal performance. Dit was uitstraling, uithalen, showballet, Frits Sissing, weet ik veel. Frits Sissing. Frits Sissing. Ja. Dus het is echt, wat een avond is dit, mensen. Ja. Nou, 3-10, kom op. We gaan kijken of de punten ook zo toereikend worden. Angela. Ja, ik ga hem gewoon doen. Een 10. Nee! Ja! Oh my god. Ronnie. Yes. Ja, jij en Romy killen het gewoon elke week. Van mij krijg je weer een 9,5. 9,5. Gerard. Oké, spannend. Ja, je was gewoon nog beter dan vorige week. Dus van mij krijg je ook een 9,5. 9,5. Wauw. Ja! Wow. Ja.